De verdachte in de zaak rond een woningbrand in Schijndel blijft ontkennen dat hij het huis in brand heeft gestoken, ook tijdens de rechtszaak. Het gaat om de zoon van het gezin. Precies een jaar geleden was die woningbrand, s'nachts hier aan de Planetelaan in Schijndel. De paniek binnen was zo groot dat twee dochters van het gezin door het zolderraam moesten springen om aan de vlammen te ontsnappen. Alle vijf gezinsleden raakten gewond, inclusief de verdachte. Er ring een heel beladen sfeer in de rechtszaal. De verdachte zelf die was niet fysiek aanwezig. Hij volgde de zaak vanuit de PI in Vught via een videoverbinding. Maar zijn ouders zaten wel allebei in de zaal. En ze waren zichtbaar aangedaan en in tranen. Nadien sprak ik nog heel even met de moeder. En zij vertelde me dat het voor haar en haar gezin heel erg moeilijk is om de draad weer op te pakken. Want elke dag opnieuw worden zij geconfronteerd met die brand van een jaar geleden. Al is het maar vanwege de verwondingen die ze eraan hebben overgehouden. Het OM denkt dus dat de zoon het huis in brand gestoken heeft. Hij wordt verdacht van brandstichting en poging tot moord.